te weten hoe een aqueduct werkt, kun je het beste zelf inbouwen. Of je een aqueduct nu kort maakt of extreem lang, dat is één ding waar alles om draait. Water stroomt naar beneden. Dus het eindpunt moet lager liggen dan het beginpunt. En tussendoor zorg je voor een mooi, liefst constant verval. Het aqueduct van Bergendal naar Nijmegen is 5 kilometer lang. Het begint bij een bron op 77 meter hoogte en eindigt op de legioenplaats op 52 meter hoogte. Het hoogteverschil is dus 25 meter. Dat is 50 centimeter per 100 meter. Dat noemen we een verval van 0,5%. Dit stuk is 10 meter. Dus als ik goed pas en meet, dan moet het einde 5 centimeter lager liggen dan het begin. Even kijken of die doet. We gieten er water in. Over een klein stukje zoals dit is het niet zo moeilijk om een goed verval te krijgen. Maar hoe deden ze dat over die vele kilometers? Daarvoor hadden de Romeinen een gorobaat, een soort waterpas waar je langs kon kijken om over grote afstand hetzelfde niveau te vinden. En zo kon je ook een keurig verval creëren. Maar dan beginnen de problemen pas echt. Stel, je zit bij een bron in de heuvels op 50 kilometer hemelsbreed van de plaats van bestemming, een stad. Hoe wist je dat die bron op de goede hoogte zat? En hoe koos je überhaupt de richting, de route? Hier in Bergendal hebben we dezelfde problemen. De naam zegt het al, heuvels en dalen. Hoe deden de Romeinen dat?